Eindelijk is er voor ondernemers een klein lichtpuntje. Het kabinet start deze maand met meer testevenementen. Dierentuinen, pretparken, musea en casino's openen voor bezoekers met een negatieve sneltest de deuren. Ook zijn er 5 kroegen in Utrecht die precies over een week weer een paar dagen gasten mogen ontvangen. Hier binnen houden we genoeg afstand, uiteraard. Alle coronamaatregelen worden hier meer dan in acht genomen. Genoeg desinfectant om heel Utrecht zijn handen te laten desinfecteren. Voordat men binnenkomt al tirage-gesprek. Mensen hebben uiteraard een negatieve coronatest die ze ons kunnen laten zien. Ik kan niet wachten om nu mensen een lekker glas wijn in te schenken. Daar heb ik het allermeest zin in. Dat vind ik heel fijn. En deze test is voor ons zeg maar net het extra... Hopelijk het extra duwtje wat ervoor gaat zorgen dat misschien wel weer de horeca gewoon, zoals we eigenlijk altijd al zijn, veilig en verantwoord open kunnen. Ja, fijn natuurlijk voor die 5 kroegeigenaren. Maar wanneer verwacht jij dat ook andere horecabazen hier iets aan hebben? Nou, ik weet niet per se aan dit. Hè. Dit is het verzamelen van allerlei materialen over nou, hoe werkt dat dan? Ik persoonlijk stel me op het standpunt dat tussen de eerste en de tweede lockdown horeca en detailhandel hebben bewezen dat ze met goede protocollen ook open kunnen zonder al dat getest. Waarom is die test dan nog nodig of vind je het überhaupt niet nodig? Nou ja, het is niet aan mij. Ik zelf denk dat daar waar goede protocollen zijn en waar we het op een verantwoorde manier al konden, waarom zou je daar nog gaan testen? Dat je het bij grotere evenementen doet en dat je probeert om de boel wat in beweging te krijgen, met name ook informatie in te winnen over hoe werkt dit nu, dat is prima. En dat je dat ook bij een paar kroegen doet, nu als een test, vind ik ook prima. Maar volgens mij kan de horeca onder condities gewoon open. Ja. In ieder geval allereerst maar eens even de terrassen. Nou, en over die terrassen, verschillende burgemeesters hebben natuurlijk al gezegd, opent die terrassen nou zeker als je zag dat vorige week met 20 plus graden iedereen hutje mutje in een park gaat zitten. Veel mensen. En demissionair minister Grapperhaus heeft nu gezegd, ja, we werken aan een openingsplan. Is dat nog, ja, u moet er ook om lachen, ja. Is het nog op tijd genoeg? Ja, het is altijd op tijd, want we snakken ernaar en het is ook belangrijk. Hè? Vooral voor die ondernemer. Dat blijf ik herhalen, die ondernemer zit gewoon te wachten tot hij weer wat kan. En ziet om zich heen, hè, we zien net die files, ja, die ontstaan natuurlijk niet omdat we ons allemaal aan de afspraken houden. Dus ook door het weer mensen, nu natuurlijk. Ja, maar mensen laten los en gaan allerlei dingen doen die, nou ja, die we eigenlijk liever niet, in ieder geval niet willen op de manier waarop het nu gebeurt. Mm. Dus doe het nou onder condities. Zorg dat verhaal van we zijn onderdeel van de oplossing en niet van het probleem. Dus geef nou ruimte. Ja, en dat kun je in plannen blijven opschrijven en in routekaarten. Je kunt ze blijven updaten. Maar als er niks verandert in de straat, in de stad, op het plein, ja, dan helpt het allemaal niks. Dus volgens mij staan we op het kantelpunt. En de burgemeesters van de grote steden geven dat al aan. Je hoort het uit het Veiligheidsberaad nu. Ik denk dat de breedte in de samenleving wel het idee is van laat ons nou gewoon gestructureerd, op een goede manier, veilig die terrassen eerst maar eens open doen. En natuurlijk proberen om overal waar die protocollen goed werken ook te kijken of we ze weer in werking kunnen krijgen. Zou je dan misschien eerder pleiten voor een systeem zoals ze het in het Verenigd Koninkrijk doen? Want daar zijn ze natuurlijk als een malle aan het vaccineren. Maar hebben ze ook gewoon een plan, echt een routekaart met 12 april terrassen open en de sportschool open. Eind juni kun je weer binnen in een restaurant zitten. Is dat wat er nodig is hier? Nou, kijk, het blijft altijd bij het managen van de verwachting. We hebben nu een aantal keren al gezien hoe dat virus terugslaat. Als wij denken dat we het op de knieën hebben, komt het maar weer terug. Dus ik begrijp ook best wel de zorgen van mensen. En dat je dat niet in een harde datum kunt stoppen, dat begrijp ik ook. Maar wat ik nogmaals niet begrijp, is dat we heel veel dingen laten lopen. Laten gebeuren en om ons heen zien gebeuren. Zoals? Terwijl dat, nou ja, wat ik zeg, de parken die overvol zijn, illegale feesten, mensen die zich in ieder geval niet meer houden aan de maatregelen, omdat ze gewoon niet meer kunnen. Hmm. Terwijl als je dat gecontroleerd en onder condities doet, heb je volgens mij veel meer een oplossing. Ja. Nou, en nogmaals, die ligt al een tijdje voor de hand, dus ik zou het heel prettig vinden als we bij de volgende persconferentie volgende week te horen krijgen dat er echt een datum is voor die openstelling van die terrassen en iets ruimere openstelling ook voor de detailhandel, om eens wat te noemen. Ja, nou, horen we dit natuurlijk al maanden. Hè? Ja, dat klinkt als een repeterende plaat. Het is een soort langspeelplaat. Ja, nee, maar dat blijkbaar is het dus nodig om het wel iedere keer te herhalen. Komt die boodschap voldoende aan in Den Haag, wat u betreft? Ik denk dat iedereen daarmee bezig is. Iedereen wil natuurlijk heel graag dat we de terrassen open hebben, dat we de detailhandel open kunnen hebben. Iedereen wil dit. Ik vind het wel heel jammer dat je aan de andere kant dus ziet
dat heel veel mensen zich niet aan de regels houden. Waardoor dat ook in gevaar komt, die spanning. Want ik wil natuurlijk ook niet dat we ziekenhuizen op zwart hebben. En dat allerlei operaties opnieuw moeten worden uitgesteld. Dus het blijft die balans zoeken, maar ik hoop ook dat het kan, natuurlijk. Ja. Nou gaan we eind van deze week beginnen met testevenementen. Veel meer op grotere schaal door het hele land. Wat is daar je verwachting dan van? Nou, ik heb toevallig heb ik zelf mee mogen doen aan eentje een tijdje geleden bij het Nederlands elftal. En dat beviel me heel goed. Dat met die app, de manier waarop het ging. Natuurlijk is het niet, hè, we hebben straks een spray in de neus, maar zo'n stok in je neus, dat is altijd even weer wennen. Ja, maar goed, als je dan naar een voetbalwedstrijd precies, kunt. Ja. Dus ik zie het nu, ik kijk er niet in die zin naar uit, dat vooral daar waar we nog wel zorgen hebben, grotere groepen, dancefestijnen, podia, dat is toch wat je graag wil. En ik kan me voorstellen dat wat meer ongemak oproept. Hè? Omdat die anderhalve meter misschien wat ingewikkelder is en zo. Dus wat dat gaat, is hartstikke fijn. Maar nogmaals, we moeten het hebben van vaccineren. En zo snel mogelijk zorgen dat iedereen die eerste spuit heeft gehad. Dan kan er volgens mij net zoveel als dat er nu in Engeland en in Amerika kan. Of in Israël. Laten we dat spoor vooral blijven volgen. En nogmaals, testen is belangrijk. Vaccineren belangrijk. Ik dacht dat er komt nog iets achteraan.